Ik ben Toby en je kijkt nu naar Statements. We zijn er. We zijn er. En we zijn niet alleen. Onze gast van vandaag, Toby. Toby. Yes. Onze aankomende internationale ster. Oh, als je dat nu al bent, zeg maar. Laten we het hopen. Dat is zo, hè? Ik zag Instagram post voorbij komen van ik dacht, holy shit, je bent de wereld aan het veroveren. We hebben elkaar 3-4 maanden geleden nog gesproken. Nog in de studio geweest. Niet dat ik denk dat ik daar iets te zoeken had. Het was meer voor opnames. Maar toen ging je lekker. Wat is er allemaal gebeurd in die tijd? Ja, ik zou mijn album uitbrengen voor corona. Helaas heb ik het toen in de koelkast gezet. Dus nu komt mijn album wel uit dit jaar, eindelijk. Maar ja, ik ben ondertussen ook gewoon internationaal bezig. Ja. Weet je, ik heb met heel veel artiesten gelukkig mogen werken hier in Nederland. Maar de wereld is niet alleen Nederland. En ik wil nu gewoon de wereld overnemen. Lijkt alsof hij het heeft ingestudeerd, hè? Nee. Dit is een statement. Ja, dit is een statement. Over statements gesproken. De eerste. Ik sta met bekende rappers in de studio. Ja, dat is elke dag wel, ja. Elke dag. Ja. Ja, en je zegt al, in Nederland met iedereen gewerkt. Maar zijn er nog mensen in Nederland waar je nog niet mee hebt gewerkt waarvan je denkt, ja... Ik heb niet gewerkt met Boef, met Dope Boy. Oh nee, trouwens wel met Dope Boy. Alleen... Ik denk dat we deze even overnieuw moeten doen. Nee, ik heb alleen met Boef denk ik niet gewerkt. En wie dan nu internationaal? Nou, ik kom net dan uit Dubai en daar was ik dan met designer van Panda. Echt 1 miljard streams heeft hij op dat nummer. Ja, dus ik vind hem ook echt naast, zeg maar, naast zijn muziek, wat ik hem best wel tof vind. Vind ik ook gewoon hem als persoon, vind ik echt geweldig. Ja, in de studio stond hij alleen maar te springen en ik speelde de eerste beat en hij was helemaal al van wow, deze beat wil ik. En ik zei van, oh, ik heb wel meer beats dan alleen deze beat, dus laat me nog een paar andere spelen. Toen uiteindelijk had hij de tweede beat gekozen en gelijk opgenomen. Waren we denk ik tot 4-5 uur 's nachts in de studio en hij ging gelijk naar het vliegveld, terug naar LA. En, gewoon even... Ja, man. Maar jij? Ja. Sta je met bekende rappers in de studio? Nou, ik heb dus met best wel wat bekende rappers in de studio gestaan. En daar blijft het ook echt bij. Letterlijk gestaan. Ja. Het is een beetje treurig als je het zo zegt. Maar ja. Jij? Ja, met mezelf. Ja. Ik ben verliefd. Ja, zeker ja. Ik heb al 3,5 jaar vriendin. Gaan we nog steeds samen? Ja. Deze man, hij heeft het echt goed gedaan. Hij heeft echt een knappe vriendin ook. Dankjewel. Heb je echt goed gedaan. Ja. Ik zal als ik jou eens elke avond toch nog even zo erboven hangen om te kijken of ze niet echt blind is. En jullie? En jullie dan? Hey, dat doe ik ook. Ja, ik durf te zeggen na 14 jaar dat ik nog wel verliefd ben. Maar het is niet meer die vlindertjes gevoel, toch? Dat gaat wel. Ik snap wat je bedoelt. Ik weet het niet. Maar ik heb nooit 14 jaar iets gehad. Ja, dat is wel eerlijk. Maar hoe lang heb je al geen relatie? Nee, ik heb nu 6 maanden weer een relatie. Oh, en ben je verliefd? Maar dan ben je nog wel verliefd, ja. Ja, ik ben super verliefd. Oh. Ja. Ja, nee. Oh. Dat is lief. Dat is lief. Ja. Nee, maar ben gelukkig. Ja, heel gelukkig. Oké. Ja. Maar zij zal wel langer zijn dan jou. Ja. Ja. Dat is, luister jongens, dat is niet zo heel moeilijk, hè? Nee. Ik bedoel. Maar hij heeft ook een regel, als je met een relatie aangaat, dan moet je in een contract zetten dat je geen hakken meer mag dragen. Dat is gewoon verboden. Ik was wel echt aan het begin van mijn relatie, ik schoof wel echt alles aan de kant. Ik weet niet of je dat ook kent. Dus weet je, je bent opeens niet meer in de studio. Je kan ook niet meer concentreren en zo. Je rijdt van Amsterdam naar Parijs om haar heel even te zien en je gaat weer terug. Maar ze komt uit Parijs? Nee. Ja, dat zei je. Nee, dat is een voorbeeld, jongens. Okay. Waarom naar Parijs? Waarom zou jij, als je verliefd bent, naar je vriendin in Parijs toe rijden? Wat doet ze in Parijs? Omdat zij daar eventueel zou kunnen zijn, toch? Waarom is ze in Parijs? Ja, omdat ze daar een weekendje zou zijn voor de lol. Dat heb ik dus een keer echt gedaan. Ja? Ja, natuurlijk. Dus het is echt waar gebeurd van dit? Ja, heb ik een keer gedaan. Dus jij zou in het begin van je relatie niet van Amsterdam naar Parijs rijden om heel even jouw nieuwe vriendin te zien? Ja, ze naar Parijs, dan zie je... Ik zou gewoon wachten tot ze terug is, hoor, ja. Je bent wel echt verliefd. Het is hartverwarmend. Hij zit echt onder de duim nog, hè? Ja. Nee, ik blijf ook onder de duim. Ik doe heel stoer, maar ik blijf gewoon, denk ik, 14 jaar onder de duim. Ik heb geen normale jeugd gehad. Ik denk dat het bij jou wel een lengte een probleem was. 100%. Ja, 100%. Ik probeer altijd te vertellen dat het niet zo was, maar vroeger was ik wel echt daar... soort van tegenop aan het boksen. Wanneer en nog steeds wel, man. Wanneer mocht je even al zeg maar een achtbaan in? Ja. Op je 18e? Toen ik 21 was. Ja.
hoe ben jij daar dan in geweest, je jeugd? Ja, ik heb wel sowieso mijn hele jeugd wel gewoon opzij geschoven voor dit, snap je? Ik ben wel, vanaf dat ik 9 was, kreeg ik mijn eerste DJ-set en zo. Dan had ik wel mijn passie al gevonden. Maar heb je dan ook in je jeugd, zeg maar, wat heb je echt gemist waarvan je denkt van ja, dat had ik wel tof gevonden? Zou je niet bijvoorbeeld willen voetballen of dat soort dingen? Ja, ik zeg je eerlijk, ik zat in het Nederlandse team topturnen. Ik heb dat nooit echt gezegd, maar... Ik zou het ook niet meer herhalen. Nee, ik was echt een sportman vroeger. Gevoetbald, getennist, geturnd. Ik heb maar dat turnen, allemaal... dat is wacht even. Je hebt met die stok... Nee, dat is niet met die stok, hè? Dat is niet turnen. Met dat draaien, zeg maar. Ik dacht dat je dat deed. Nee, turnen is zeg maar salto. Dat is echt sick. Dat hoef ik niet te proberen. En kaas gedaan, maar op een gegeven moment gewoon alles opzij geschoven voor muziek. Designer was eigenlijk de eerste Amerikaanse artiest waarmee ik werkte. En ik zei ook tegen hem in de studio van bro, ik heb niet echt die American dream, snap je? Mijn doel was eigenlijk eerst gewoon vanuit Nederland naar Frankrijk, naar Duitsland, UK. Gewoon alles wat een beetje hier omheen ligt. Ja, en dan uiteindelijk misschien naar Amerika. Dus zou ik tegen hem, je bent gewoon de eerste waarmee ik werk. En ik vind het wel echt lauw, snap je? Ja, ja, ja. Maar wat zegt hij dan? Ja, hij was een beetje... Zei je het ook in het Nederlands tegen? Nee. Hij vond het gewoon echt lauw, snap je? Hij vond het echt... En nu ga ik over 2 weken weer terug met Chris Brown. Dus nu komen al die Amerikanen ineens... Zijn naam, hè? Ja, man. TikTok verpest de muziekindustrie. Nee, tuurlijk niet. Nee, sowieso niet. Nee. Ben ik ook niet mee eens. Nee. Nou, volgende statement. De Nederlandse scene heb ik al uitgespeeld. Nou ja, kijk, wat is uitgespeeld? Je kan door blijven gaan. Ik heb met iedereen gewerkt waarmee ik wou werken. Dus noem je dat dan uitgespeeld? In principe wel. Ik vind het wel. Ja, als je kijkt puur naar namen, denk ik dat je het misschien hebt uitgespeeld. Maar uiteindelijk werk je toch ook met de mensen waarmee je het fijn vindt om te werken, om vette shit te maken. Dus ja, voor mij is het belangrijkste dat ik inderdaad mijn album drop. En ik heb echt meer dan 20 featurings op mijn album. Het wordt wel echt een groot project. Gewoon even paar namen. Een paar namen, ja. Even kijken. Een moela. Ja, sowieso. Ja, we hebben Moela erop. We hebben Ronnie, we hebben Emma Heesters, Broederliefde, we hebben Snelle, Jason Trill. Maar zo gaan we nog wel even door. Oké, lekker man. Ja, man. Dat is wel heel de scene. Ja. Dan heb je het uitgespeeld. Klein beetje uitgespeeld, ja. Maar dus, voor mij is dat wel denk ik gewoon iets wat echt op mijn bucketlist stond, snap je? Want je bent continu bezig als producer om tracks voor anderen te maken. Je staat altijd op de achtergrond als producer. En daar wil ik gewoon verandering brengen, snap je? Yeah. Een producer kan ook gewoon een artiest zijn. Ga je dan DJ Khaled staan? Achtig, ja. Jawel. Volgende statement. Ik gebruik auto's om te compenseren. Kijk naar jou. Jij bent een man van auto's. Ja, ik wou net zeggen. Hold op. Ja, ik denk dat ik auto's gebruik om de content die wij maken te verspreiden. Eigenlijk wil je gewoon zoveel mogelijk... Een heel mooi veilig antwoord. We gaan er zo op in. Nee, ik gebruik niet auto's om te compenseren. Ik denk dat ik auto's gebruik om mijn YouTube-kanaal groter te maken. Maar niet om te compenseren, want waarvoor zou ik moeten compenseren? Ja, ik gebruik mijn auto om naar de Mackie te gaan, dus dat is heel iets anders. Jij? Want jij rijdt echt de dikste wagen. Ik kijk sowieso niet naar auto's om te compenseren, want het kan ook mensen ook met heel veel geld, die kunnen ook gewoon een hele simpele auto rijden, dus eigenlijk zegt het niks. Zeggen we eens hoe hard je auto gaat of zo, hoe klein je lul is of zo. Ja, mijn auto gaat sowieso niet hard. Maar is dat zo, Jake? Ja, ik heb een langzame wagen. Ja, dus ze zeggen het, dan ken ik een hoop mensen met kleine piemels. Ik heb één keer iets heel doms meegemaakt. Ik weet niet of jullie zin hebben om het te horen. Ja, maar dat is maar. Echt dom. Ik denk dat je het toch gaat vertellen. Ja, of je nou wou of niet. Ja, je kent me. Dus ik... Je hebt gewoon licht in je auto, toch? Ja. Dat heb je ooit allemaal geleerd met rijles. Met rijlessen. Ik wist niet meer hoe dat ging. En gewoon niet kunnen bedenken dat het dit was, zeg maar. Dus als ik zeg maar iemand wou seinen, deed ik mijn licht uit en weer. Ik zweer het. Ja? Ja, dat zijn van die domme dingetjes. Ja. Ja, man. Zit erop, ik denk dat dit hem was. Ja. Ik vond het een sterke aflevering, vooral voor jou. Hebben we nog een episode hierna of moet je naar Parijs toe? Als een vriendin belt. Ik kom nu naar Parijs. Ik ben zo verliefd dat ik daar gewoon heen rijd. Ja. En jullie vrouwen weten nu beide dat jullie dat niet zouden doen. Besef dat hij gewoon met een bestuurbare autootje te Dat is een mooie afsluiting. Ik vind het beste. Ja, ik vind je echt een lul. Bedankt voor het
kijken. Dit was het weer. Robbie, extra bedankt. Yes, tof dat je er was. Waarschijnlijk de laatste keer dat we je nog kunnen krijgen. Nee, 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 sowieso. Jullie kunnen me altijd bellen, sowieso. Jay, ook weer bedankt. Jij bent niet moeilijk te vinden. En ja, tot de volgende keer. Want de volgende keer gebeurt er dit. Jumpstyle en zo heb jij gedaan. Ja man, sowieso. Ja, kom op. Het leek me wel echt tof. Ja, ja, gaan we. I got something for your mind. Your body and your soul. Pum 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 pum